Nou, de trap is nu uh, twee uur en drie kwartier aan het drogen. Uh, de eerste laag gewoon om hem eigenlijk een eerste uh, deklaag te geven. Dat eerst gewoon goed uh, de kleur erop zet. Totaal nog niet de definitieve laag, want uh, daarvoor moeten nog heel veel lagen opkomen. Uh, als je ook de trap wil schilderen, uh, belangrijk, dus veel lagen uh, goed schuren. Uh, na die eerste laag kun je uh, de gaatjes en de oneffenheden dicht gaan maken. Het best met twee componenten uh, uh, planmuur. want want ja, zo'n trap krijgt natuurlijk behoorlijk wat op zijn kiezen. Vooral als je gewoon uh, echt met schoenen naar boven gaat lopen en dan vooral natuurlijk met uh, schoenen met harde zolen. Dus uh, let er ook gewoon op. Uh, een traploper is natuurlijk gewoon qua ja, duurzaamheid uh, slimmer. Maar heel veel mensen vinden dat uh, ja, tegenwoordig niet meer zo mooi. Helemaal bekleden met vloerbedekking is wel een uh, optie die heel veel mensen kiezen. Maar echt een traploper in het midden. Ja, zie je eigenlijk alleen uh, soms in wat monumentale huizen. Jaren 30 woning is het erg mooi, vind ik persoonlijk. Maar ja, zoals veel afwerken bij trap is het gewoon heel erg persoonlijk. Heel veel mensen kiezen ook om hem gewoon helemaal af te werken. Met uh, overzet delen, dat kan ook wel heel netjes ogen. En dan heb je echt een heel duurzaam resultaat. Uh, en dan ben je direct overal vanaf. Het scheelt heel veel tijd, want ja, het schilderen van een trap klinkt wel even mooi en simpel. Maar het is feitelijk het meeste werk van allemaal. Want je moet eh, lijmresten verwijderen, eh, netjes maken, schuren, ontvetten, schilderen eerste laag. Nou, nog een aantal lagen. Daarna wil je eigenlijk nog minimaal twee lagen eh, goede vernis eroverheen zetten. Het kan ook een, een mat vernis zijn, hè? dus het hoeft niet heel erg te gaan glanzen. En daarna kun je nog gaan opletten en we gaan bedenken wat moet er overeen, omdat je dan zeg maar niet uit gaat glijden naar beneden. Dus ik ook erg belangrijk, dat het wel gewoon veilig is, want ja, zo'n verf is vaak uh, behoorlijk glad. En natuurlijk zijn er wel verven die wat stroever zijn, maar nog steeds. Ja, heb je te maken met een hele glad oppervlakte. Uh, maar goed, dit is in ieder geval de eerste laag uh, die lijkt goed op te drogen. Dus uh, we kunnen zo verder met de volgende laag. Ik zal alles bijhouden. Wil je heel het stappenplan zien van uh, de trap opknappen, dan uh, en uh, zal ik de link er even bij zetten, mocht je het in YouTube zien. Dus uh, links zie je dan onder deze video. Oké, okay, tot dan.